Kijk naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een video voor jullie waarin ik mijn keuken ga schoonmaken. Opruimen, op eigenlijk een beetje opruimen, schoonmaken. Ik heb namelijk laatst mijn kledinglades uitgezocht. En toen had ik, toen ik klaar was eigenlijk gezegd van ja, ik moet ook binnenkort weer eigenlijk mijn keuken helemaal uitzoeken. De kastjes, et cetera. Dus als jullie willen dat ik dat ga doen, laat dan eventjes weten in de comments. En ja, jullie wilden het wel. En het leek me wel leuk om gewoon vrijdag wat extra video is, kletsvideo. Gewoon eigenlijk even de keuken op te ruimen. En laten we het maar gewoon gaan doen. Dit is dus mijn keuken. Ik heb veel ruimte. Maar daar merk ik de laatste tijd helemaal niks meer van. Omdat alles helemaal vol zit. En ik eigenlijk gewoon weer een beetje moet uitzoeken wat ik wel heb. Want dat vergeet ik ook nog wel eens. Soms denk ik, ik heb geen bakblik. En ik heb er drie. Weet je. Dus zulke soort problemen loop ik nu een beetje tegenaan. En ik ga heel eventjes dit raam wat dichter doen. Of dit vitrage, omdat het anders wat licht is vannacht en dan zien jullie het helemaal niet. Maar dus, jullie zijn op statief, maar ik ga jullie dus iedere keer een beetje verplaatsen, dus dat jullie het weten. Wat ik ook echt moet gaan doen, is dit uitzoeken. Ik heb hier een hele la met ook dropjes, ik ga even een dropje nemen. Maar ook met spullen die waarschijnlijk overladen zijn. Maar om dus even helemaal in te komen, ga ik eerst heel eventjes dit opruimen, wat op een keukenblad zit, wat namelijk is... Gisteravond gekookt, vandaag toevallig drie bossen bloemen weggegooid en even denken, plantenwater gegeven. Ik heb allemaal troepjes hier nog liggen en net een broodje gesmeerd, dus kruimels. En ik dacht, nou, voor ik ga filmen ga ik het even opruimen. Toen dacht ik, nee, realistisch, dit is nu eenmaal de situatie en ik ging mijn keuken opruimen. Dus daar ga ik nu even mee beginnen. Sowieso dus heel veel in mijn vaatwasser leggen. Zetten, want dan kan die aan. En mijn vaatwasser zet ik altijd op eco-stand of zo. En dat duurt dan 3,5 uur. Best lang. Nou, hier zaten dus planten in. Hier zaten zonnebloemen in. En hier zat een bosbloem in die ik van mijn vriend heb gekregen. Maar altijd kookt het er zo van aan. Kun je het zien? Dan gaat het dan. Draait het ding nog? Ja. De vaatwasser is voor nu vol, dus die gaat aan. En deze drie dingen komen dan later. Nu dit gedeelte, want ik ga eerst even echt alles ruimen voordat ik het echt ga schoonmaken. Dat lijkt me wel wat handiger. Dit is zo'n typisch ding dat ik niet weet waar ik moet laten. Ik denk dat ik hem gewoon in mijn voorraadkast ga zetten. Maar dit is zo'n bamboe rek dingetje wat ik eigenlijk voor mijn bed wil gebruiken. Dus misschien moet ik hem boven leggen. Maar ik vind het ook chill om hier aan te werken op mijn bank. Dus ik denk dat ik hem toch hier beneden in de voorraadkast leg. En als ik hem boven nodig heb, dan kom ik toch met eten van beneden, snap je? Dan heb ik tomaten. Daar. En toevallig heb ik dit laatst nog opgeruimd. Dus hier heb ik laatst al helemaal gestoft en zo. Dus ik ga niet nu alles weghalen. Maar oké. Okay. Ik pak wel even een vuilniszak. Oh, dit ligt hier. Ik zie uitgedroogde gember. Ik heb dit al een keer eerder laten zien hoor. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te laten zien. Hierin zitten mijn pollepels en zo. En dit is een pasta sausblik. En je zag hem net ook als het goed is als bloemvaas dingetje. Dit is namelijk van mijn vriend. Die heeft een pizzabakbedrijf. Dus... En dit is de pizzasaus die ze gebruiken, dus vinden we wel leuk. Oké, verder is eigenlijk alles wat er staat. Ja, deze mag ook wel weg. Ik had een uitgedroogde pioenroos, maar ik vond hem eigenlijk wel heel erg leuk. Maar toch is hij nu weer een beetje lelijk geworden. Of valt het wel mee? Nee, ik vind hem nog steeds... Ja, het is een beetje ook gewoon een stofvretertje nu, maar... Gewoon een gedroogde pioenroos. Die wil ik nog niet weg doen. Oh, nee, nee, verschrikkelijk. Deze doekjes geven me echt life. Dit zijn de doekjes die ik echt altijd gebruik voor het eerste gedeelte om eventjes een beetje schoon te maken. Dus dat ga ik nu ook even doen. En wat ik eigenlijk op dit moment doe, is heel vaak gewoon lekker op de grond. Want als ik alles heb schoongemaakt, ga ik stofzuigen en dan loop ik de keuken uit. En dan ben ik ook van plan om even 2 dagen gewoon niet in de keuken te zijn.
Iedere keer als je naar die keuken kijkt, dan denk je, wat goed van jij nu. Ja. Die is ook wel leuk. Hier zit onze koffie in, koffiepads. Ik drink alleen geen koffie hoor, maar het is toch wel een leuk dingetje vind ik zelf. Een leuke vondst en dit soort dingetjes van die mason jar dingen, die haal ik bij de Xenos of Action, weet je wel. Die hebben ze overal wel. Ik heb een koffiezetapparaat wel laatst om te kopen, dus dat hoef ik ook nu niet te doen. Maar ik ga wel een waterkoker even ontkoken zometeen. Ik ben trouwens zo'n persoon dat dus eerst alles met dat soort hoekjes doet. En daarna heb ik zo'n handspray dingetje met echt een keukenrol. Het is eigenlijk echt erg hè, dat ik alles op de grond laat vallen, maar ik ga echt zo stofzuigen ook. Als ik niet van plan ben om te stofzuigen of zeg maar een paar kruimels, dan vang ik het natuurlijk altijd op mijn handen hoor. Maar omdat ik het gewoon niet zo'n heel leuk taakje vind, de keuken schoonmaken, doe ik gewoon lekker, snel, simpel. Hup, op de grond, zo meteen stofzuiger, klaar. Dat is trouwens een marmer plaatje. En daar leg ik iedere keer als ik aan het koken ben, zeg maar, dan ben ik aan het koken en dan leg ik gewoon mijn... hetgeen dat in de pan gaat, leg ik op het marmeren plaatje, zeg maar. En dat marmeren ding gaat ook gewoon de vaatwas erin, natuurlijk. Van mijn broer en mijn schoonzusje. Dit is gewoon handzeep. Want ik vond het wel een leuk cadeautje. Omdat ik Jack Daniels wel echt heel veel gedronken heb in mijn leven. Oh, dat klonk echt verkeerd. Omdat ook is natuurlijk. Ik bedoel gewoon, ik dronk dat vanaf mijn 16e of zo. Dronk ik altijd Jackie. En moeder zegt ook altijd: en ik heb Jackie voor je gehaald. Okay. Waarom kan je, zeg maar, opmerkingen over alcohol? Waarom heb ik in mijn hoofd dat het echt nooit zo goed is? Dat ik het echt moet verantwoorden meteen of zo? Ik bedoel. Nou ja, oké. Leave it all behind. Hope that I still think of in your mind. Ik ben benieuwd hoeveel mensen nu ook aan het opruimen zijn. Want ik had mijn video van mijn kleedkamer of mijn kledinglades. En toen hadden heel veel mensen gereageerd met ja, ik ga met je meedoen. Ik ga ook opruimen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Nu ga ik de koelkast uitruimen en ik heb zo'n vermoeden dat ik heel veel dingen ga tegenkomen die niet meer goed zijn. Okay, sowieso nog fruit. Mijn frambozen zijn weer lekker. Maar goed. Then we go to battle and let's set up the light. Oh, na na na, you tell your friends that he don't look like Trey. Maar 2018. Hey. Ik koop namelijk altijd alleen koffiemelk voor mijn stiefvader rondom bijvoorbeeld mijn verjaardag of als hij hier is. En dat was dat. Oh, dit doet mijn vriend. Dit soort dingen terugzetten. Dit is vergeten komkommerwater. Durf ik niet meer te drinken. Appelmoes. Ik ben er bang van. Godverdamme. Ben Jerry's. I'm
was it the last time? Nah, I'm not into Russian shit, but can we move fast enough? Oké, dit viel me heel erg mee. Dan nu, voorraadlaan. Waarin ik waarschijnlijk wel veel kan vinden wat weg moet. Ik wil even beginnen met zeggen dat ik dit gewoon heel leuk vind. Dat ik het leuk vind als het zo vol zit en allemaal kruidenpotjes en zo. Maar ik ga dus heel even kijken wat er weg kan. Want er kan waarschijnlijk wel iets weg hier. Deze kan bijna weg. Laat ik mezelf even een handje helpen. In my past, baby, fuck it, it's whatever. Not into moving on and looking back, you just ain't clever. Now for this, I learned to never, ever say I never, cause I didn't think. Ik denk dat ik veel sushi bestel. En dit is nog niet alles. Maar ja, oké. Okay. Trassi. Never move on, nothing better. Oké. Ik weet dat het nog een rommeltje is, maar zoals ik al zei, ik vind dit gewoon leuk. Ik vind het leuk, zo'n leuke voorraadkast. En dus deze gaat weer dicht. Mijn besteklade hoef ik eigenlijk niet uit te zoeken, maar deze eigenlijk wel. En dat is dit. Oh. Oké, dit ga ik wel gewoon even snel doen. Want dit maakt altijd zoveel geluid. Dus vandaar, ga ik even snel doen. Toen heb ik dit. Gewoon deksels over. Oké. Maar. Dan. Dan zak is een stuk minder gevuld dan ik zou denken. Ik laat hem nu helemaal dicht doen, dat is zonde. Ik ga waarschijnlijk wel andere dingen even opruimen. Oké, ik ga nu even alle kastjes nog even afnemen. Die legt er ook heel eventjes neer, want de vaatwas is nu natuurlijk bezig. En ik heb deksels over. En ik weet eigenlijk niet waarom ik ze uit die lade heb gehouden. Want ik ga ze niet wegdoen. Ik vind vast wel de bijbehorende bakjes. Maar ik vond het echt even miraculeus. Zo daar. Oké, dan. Verder zijn zeg maar mijn, dit heb ik laatst opgegeven wat hierin zit. Het zijn mijn schoonmaakspullen en daar doe ik mijn statiegeldflessen en glas, et cetera. Verder hier liggen mijn mokken, die heb ik ook laatst opgeruimd. En hier heb ik net dus een beetje opnieuw ingedeeld aan de onderkant met mijn bakspullen die dus in die grote lade zat. Hier zitten dus mijn borden en glazen en op zich... Heb ik dat nog niet zo heel lang geleden uitgezocht, maar deze vind ik lelijk en doe ik weg. Maar, ja. Ja, dat is het wel. Dus die hoeft ook niet, dat is ook wel relaxed. Wat ga ik verder nu nog doen? Ik denk dat ik niet zo heel veel meer heb uit te zoeken of te doen. Dus wat ik nu gewoon eventjes ga doen is met mijn spreetje... En mijn keukenrol en de keukenkastjes even allemaal afnemen. En dan lekker stofzuigen. En dan ben ik klaar. Oh ja. En ik zou natuurlijk dit nog laten zien. Oeh, deze. Hier is dus mijn wandplank. Die ik trouwens helemaal zo gemaakt heb. Maar ja, daar staat gewoon wat accessoires of wat leuke dingetjes op. En die. Die kan ik nog wel heel snel uitzoeken. Maar ja, het enige wat er gaat gebeuren is. Hé, hey, een stiekje. Hier recht. Dat daar. Woe. Dit zijn foto's die ik laatst heb laten drukken van vakanties en leuke dingen en vriendinnetjes en et cetera. Dus dat, hier moet ik dus nog wat mee gaan doen binnenkort. En wat ik ook liet vallen. Zijn twee recepten die ik bij Markt met een Q heb opgehaald. Die wil ik ook nog een keertje gaan doen. Maar die staan hier zo. Oké. Zo. Ik heb het er warm van. Oké, dit was echt een allereerste clean with me video of zo.
Oeh, ik heb het er warm van. Mocht jullie het leuk vinden, dan kan ik natuurlijk altijd wat vaker dit soort video's opnemen. Wie weet mijn badkamer binnenkort schoonmaken. Of überhaupt schoonmaak hacks echt testen. Want ik had wel een klein beetje gezegd van zal ik deze video opnemen met schoonmaak hacks. En dat heb ik nu dus niet gedaan. Omdat ik gewoon echt mijn koelkast, voorraadkast, vriezer, etc. moest uitzoeken. Dus toen dacht ik, dan doe ik dat wel in plaats van schoonmaak hacks. Oh, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wie weet heb je meegedaan. Dat zou ik wel heel erg goed vinden. Zijn we lekker schoon aan het maken met z'n allen. En mocht je dit dus vaker willen zien op mijn YouTube kanaal, laat het dan weten. Voor meer Come Clean With Me's. Yay! Bedankt voor het kijken. Laat in de comments heel wat leuks achter als je het leuk vindt. En een like op deze video zou ik ook heel erg leuk vinden. En verder ga ik nu heel even douchen. Oké, hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te subscriben. Binnenkort heb ik nog allemaal veel meer leuke video's die met kleding te maken hebben. Niet eigenlijk met schoonmaken. Dus hoop dat je dat ook leuk vindt. En dan zie ik je hopelijk heel snel weer. Doei doei!